Hans Nijman, programmaleider naar regionale oncologie netwerken. Jullie zijn een jaar of 5 actief. Kun je kort samenvatten waar we staan met de ontwikkeling van die regionale oncologie netwerken? Het allerbelangrijkste wat je daarover kan zeggen is dat we alle partijen die ertoe doen, dus alle partijen die ertoe doen om ervoor te zorgen dat je voor de patiënten optimale zorg levert, dat die zich eigenlijk allemaal geschaard hebben achter het idee dat je die zorg voor de patiënt met kanker in netwerken moet gaan leveren. Dat hadden we 5 jaar geleden nog niet, dat hebben we nu wel. Dat is eigenlijk, als je kijkt van wat is nu een van de belangrijkste zaken die we gerealiseerd hebben, alle neuzen staan dezelfde kant op. Waarom zijn die netwerken nodig? Vrij simpel uit te leggen, er gebeurt ongelooflijk veel in de zorg. Voor de individuele patiënt betekent het dat de mogelijkheden aan de zorg die je kunt geven niet meer te vergelijken zijn met 10, 15 jaar geleden. Vervolgens is waar je vroeger over longkanker kon spreken of over borstkanker, is dat eigenlijk tegenwoordig ook niet meer aan de orde. Elke patiënt met longkanker heeft zijn eigen karakteristieken en daarmee zijn eigen behandelbenodigdheden. Dat betekent dat elk ziekenhuis onmogelijk voor elke patiënt met kanker die zorg kan leveren. Wat moet je dan doen? Dan moet je zorgen dat je met elkaar dat gaat doen. En dat kan voor de individuele patiënt betekenen dat je niet alle zorg meer dicht bij huis kunt krijgen. Maar waar het om gaat is dat je de optimale zorg krijgt. Klinkt vanuit de inhoud van de zorg heel logisch om samen te werken, maar werkt het in de praktijk ook zo eenvoudig? Nou, eenvoudig is het niet. Waarom niet? Omdat als je in netwerken wil samenwerken, dan heb je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van de allerbelangrijkste is dat je over de juiste gegevens beschikt. Over de goede gegevens beschikt. Dat betekent dat je dat eigenlijk eenvoudig met elkaar wil uitwisselen. Niet per post of wat dan ook, maar digitaal zoals het tegenwoordig zou moeten zijn. Dus dat is een belangrijk ding wat je moet regelen. En dat is nog niet klaar. Dat is natuurlijk niet alleen belangrijk voor de oncologie, voor de zorg in het algemeen, maar in netwerken denken helemaal. Tweede ding waar we aandacht aan moeten besteden is dat als je kijkt naar de zorg, hoe die is ingericht, dan is de financiering daarvan, ja, die heeft een incentive in zich dat handelen loont. En dat strookt niet altijd met de gedachte dat je een patiënt in een netwerk wil behandelen. Ja, want dat betekent het dat je met elkaar die zorg moet gaan leveren in plaats van dat je als individueel huis dat doet. Dus we moeten ook naar de financiering van de zorg kijken. Ja, want ik veronderstel dat netwerken ook betekent dat je zorg concentreert op een aantal plekken. En dat betekent ook weer dat sommige ziekenhuizen een deel van hun behandelaanbod naar de conculega's doorschuiven. Dat doet misschien wel eens pijn. Ja, ik zou nu heel graag zeggen dat het geen pijn doet, maar je ervaart eigenlijk dag in dag uit dat zorgverleners daar toch even overheen moeten over die gedachte. Dat waar ze opgeleid werden met het idee, ik ga een heel breed vak leren en een heel breed vak uitoefenen. Dat ze nu toch meer moeten nadenken over, maar waar wil ik nou echt goed in zijn? Toch leert de ervaring dat als je maar vaak genoeg met elkaar in gesprek gaat over, maar waar doe je het nou eigenlijk voor? Voor de patiënt, voor met elkaar zorgen dat je het goede en juiste gevoel krijgt over wat je ook voor de patiënt kunt doen. Eigenlijk iedereen uiteindelijk wel bedenkt en ook uitvoert dat je het beter in netwerken kunt doen dan elk ziekenhuis onafhankelijk alleen. Dus een deel van jullie rol is laten zien aan die professionals, aan die ziekenhuizen, dat de zorg daadwerkelijk beter wordt. Nou, de spijker op zijn kop. Terecht vind ik dat als je met elkaar vindt dat je de zorg anders moet inrichten, dan moet je ook vervolgens zo moedig zijn om dan absolute poging te doen, te laten zien dat de zorg dus ook daadwerkelijk beter gaat worden als je het in netwerken gaat doen. En dat is een van de uitdagingen waar we voor staan, zeker. Jullie zijn aangehaakt met dit initiatief bij het Citrienfonds. Wat is de rol van het Citrienfonds in dit hele verhaal? Citrienfonds, wat je eigenlijk kunt zeggen is dat VWS een heel moedig, verstandig besluit genomen heeft door geld beschikbaar te stellen om dat wat er misschien wel leefde, maar niet loskwam omdat er geen financiële middelen voor waren, door daar geld voor beschikbaar te stellen. Dat is een heel verstandig besluit geweest, want wat je nu ziet
Vier, vijf jaar later, nadat Citrine 1 is geïnitieerd en nu eigenlijk we aan de start staan van Citrine 2.0, dat daar hele mooie zaadjes geplant zijn en nu beginnen te bloeien. En daar gaan we in 2.0 mee aan de slag. En dat is allemaal voor een deel mogelijk, omdat Citrine vanuit VWS daar gelden voor beschikbaar heeft gesteld. Ja, want in feite beleven jullie eigenlijk je eerste lustrum. Waar gaan jullie heen de komende vijf jaar? Volgens mij gaan we fantastisch mooie dingen doen. Want we hebben uit die eerste vier, vijf jaar geleerd waar we ons nu echt mee bezig moeten gaan houden. En dat kunnen we, dat hebben we ook heel netjes met elkaar opgeschreven in wat we dan noemen een agenda. En het belangrijke is, die hebben we niet alleen als Citrine opgeschreven naar oncologienetwerken, maar samen met onze stakeholders. Met andere woorden, we hebben eigenlijk alle partijen die ertoe doen zich ook op papier laten vastleggen. Oké, we gaan met elkaar dit doen en we zien ook dat met de gelden van Citrine dat dat gefaciliteerd kan worden om het te materialiseren wat we op papier hebben neergezet. Ik zou willen zeggen vier dingen. We gaan binnen de netwerken gaan we als het gaat over het passend behandelplan. Hè, wat wil je nou voor de, wat is nou voor de patiënt het meest passende in de behandeling? Dan heb je te voldoen aan een x-aantal zaken. En een van de dingen die ik daaruit wil lichten, want anders ben ik veel te lang aan het woord, is dat de patiënt een veel prominentere rol gaat krijgen in wat er nou werkelijk, wat ze nou werkelijk wil, hij of zij. Dat klinkt als een open deur, maar toch te vaak is het denk ik dat de patiënt nog iets wat overvallen wordt over wat er allemaal kan. En misschien in het ogen van de behandelende specialist ook wel moet. En we moeten veel meer toe naar wat zijn de doelen en de wensen van de patiënt zelf. Dus dat is één facet. Ander facet is dat we samen met de faculteit en economie van zowel de RUG, maar ook de UT Twente kritischer gaan kijken naar de financiering van netwerkzorg. Dus daar zit een maatschappelijke component zit er ook in. En die voorwaardelijke zaken waar ik het al over had. Hoe zorg je ervoor dat je gegevens optimaal digitaal uitwisselt? En als laatste, u leest elke week, elke dag wel een stuk over de registratielast, de administratieve last die er in de zorg is. Dat betekent, daar kun je wat aan doen. Door eenduidigheid te scheppen over wat je gaat vastleggen en waar je dat gaat vastleggen. En dat gaan we samen met het programma Registratie aan de Bron ook een onderdeel laten zijn in ons programma. Interessant punt, die patiënt nadrukkelijker betrekken bij dat hele behandelproces. Is dat juist niet voor academische ziekenhuizen een leerproces? Omdat ja, jullie zijn de mensen van de hele ingewikkelde kennis en behandelingen. En ik kan me voorstellen dat dan op gelijkwaardig communiceren met de patiënt soms best lastig is. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar als behandelend specialist, want dat mag ik daarnaast ook zijn, geeft het ongelooflijk veel voldoening als je daar toch even extra tijd voor uittrekt. En let wel, dat met die patiënt afstemmen, dat doe je niet alleen als medisch specialist. Maar wat menig huis richt het nog op zijn eigen manier in, omdat we daar moeten leren. Maar de verpleging speelt er ook een hele belangrijke rol. Waarom? Die heeft toch net even een iets andere verhouding vaak tot de patiënt. De patiënt voelt zich soms wat makkelijker om zich daar tegen uit te drukken wat ze wel of niet wil. En dan zijn er vrij eenvoudige middelen om boven water te krijgen datgene waar je soms blind voor bent, wat de patiënt graag wil. En ik merk aan mezelf in de dagelijkse praktijk dat ik steeds vaker toch een plan wat ik had met een patiënt anders ga uitvoeren door de informatie die ik van de patiënt krijg. Dus het werk van de dokter wordt niet alleen beter, maar ook leuker? Je hebt al geen moeite als dokter in de zorg voor patiënten met kanker om voldoening te krijgen uit hetgeen wat je doet. Maar als je daarbij het gevoel krijgt dat je ook nog meer maatwerk kunt leveren. Een patiënt die tegen mij zegt van ja dokter, ik begrijp dat u bij deze vorm van kanker de lymfeklieren uit mijn lies wil verwijderen. Maar ik ben 85. Ik heb al moeite om kousen aan te trekken. Maar ik wil toch ook nog een mooie wandeling maken. Volgens mij moeten we het laten zitten. Dan spar je daar nog wat over met elkaar. En uiteindelijk denk je van, mevrouw heeft helemaal gelijk. Gaan we doen.